De Vereniging van Medici, VMS, heeft het tariefsvoorstel dat vanmorgen is gepresenteerd door de Zorgraad unaniem afgewezen. Dit gebeurde tijdens een openbare vergadering van de Zorgraad in het La La Rue-gebouw. De Raad heeft een tarief voorgesteld van 21 SRD, de helft van wat de artsen willen. Tijdens de bijeenkomst hebben de artsen hun ontevredenheid niet onder stoelen en banken gestoken. Met name Ricardo Marquit, voorzitter van de sectie huidartsen van de VMS, benadrukte dat de Zorgraad en de overheid onvoldoende hun huiswerk hebben gemaakt. Anjani Ganput, voorzitter van de Zorgraad, begrijpt de irritatie van de VMS. Ze stelt echter dat de toegankelijkheid van de zorg veel belangrijker is dan de discussie over tarieven die gehanteerd moet worden. Want dat is het eerste wat wij voorop stellen. Niks gaat zonder geld, daar zijn we van overtuigd. Maar sommige zaken, inefficiëntie, verspilling, oneigenlijke declaraties, dat zijn wel zaken die we zelf kunnen monitoren, toch? En ik heb het dan over een stukje controle. En dat is dus iets wat wij mensen moeten organiseren en het systeem daarin ondersteunen. Dus het is eigenlijk een stukje wisselwerking. Heb je dat stukje controle, dan heb je kwaliteit, toegankelijkheid en dan kunnen we werkelijk gaan richting tariefaanpassing, etc. Dus zoals u gehoord zal hebben, we praten over een tariefsaanpassing, maar wel geconditioneerd. Ganput stelt dat het voorstel van de Zorgraad na gesprekken met verschillende partijen, waaronder de Nationale Assemblée en de Onderraad, tot stand is gekomen. Ze meent dat de positie van de gezondheidszorg in het land nu nog goed is, maar voor de toekomst moeten bepaalde zaken geordend worden. We staan goed, redelijk goed met wat we kunnen doen in Suriname. Als we het hebben over basiszorg en alle andere verrichtingen die daaraan gekoppeld is. Maar wanneer we dat willen garanderen, blijven garanderen, de kwaliteit willen opschroeven, de toegankelijkheid nog breder willen maken, dan moeten we eigenlijk blijven praten en kijken van hey, wat kunnen we efficiënter gaan doen. En dan komen we eigenlijk tot richting topzorg, weet je. Maar als land moet je zorg kunnen garanderen en je moet het kunnen reguleren. En u ziet dat dat stukje reguleren, dat is altijd eigenlijk een samenspraak tussen dienstverleners en zorgverzekeraars altijd geweest, waarbij dus de overheid ook een aandeel in heeft. Maar vanwege de koersstijgingen, etc., dan heb je dus nu heel veel dat er speelt. En het is dus nu tijd dat we werkelijk moeten gaan praten. Wat willen we doen? Alus Anjani Ganput, voorzitter van de Zorgraad. Het voorstel van 21 SRD dat de Raad vandaag heeft gepresenteerd, is unaniem afgewezen door de Vereniging van Medici in Suriname.